Gerritsen namens de Eagles op rechts weg en Van der Biezen rond het keurig af. En zo is er de voorsprong voor de uitploeg. Schot van een meter of 25. Koetsier gaat hopeloos in de fout. Dan komt er wel met een gelukje bij Van der Biezen. Some people pay for thrills, but I'll get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. De voorzet, de kopbal van Van der Biezen, is al over de lijn. Als Tjolak hem binnenwerkt, een hat-trick van Koen Van der Biezen. De Eagles winnen van RBC 1-3. Dit is geen buitenspel, denk ik. Gerritsen. Bus. Kieftenbelt, terug naar Bus. Gerritsen in één keer door naar Van der Biezen. Dat is uitstekend gedaan. Prachtige aanval van Go Ahead. Paspik. Voor de zoveelste keer zit Dave Bus er uitstekend tussen. Die heerst werkelijk achterin bij de Eagles en stelt nu aan de andere kant Tjolak in staat om richting Terrol te gaan.
bus. En dan het laatste fluitsignaal van Bas Nijhuizen. Maar de Go Ahead Eagles houdt de voorsprong uit de eerste helft vast. Verdiende overwinning voor de Go Ahead Eagles. De revelatie van dit seizoen. Verlengd van de Biezen. Oh! Van Leeuwen. Catalina, wat aan de nonchalante kant. Wat heet? Hij levert in. En dus is Van der Biezen weg. Overzicht is goed. Gerritsen. En Scholak. Bal is aangeklaagd. Hij vliegt er wel in. En zo lijkt de ploeg uit Deventer in. Bus, ijzersterk spelend achterin, geeft helemaal niets weg. Zeer geconcentreerd gaat nu mee met deze aanval. Gerritsen heeft de bal nu vrij, vindt Etemadi. Bus dan nog. Erop in Emmen, waar zondag dus de Vuelta finisht. Vanavond eindigt deze wedstrijd in 0 tegen 1. Emmen is ook na 4 wedstrijden nog altijd zonder goal. En Go Ahead boekt de 4e zege op rij. Een lichte zege, maar wel een hele gemakkelijke. Voor Go Ahead aan het begin van deze competitie.